Jarno Liber winst tegen Mouscron. Eerst achterkomen, maar dan nog thuis winnen. Deze ploeg is weerbaar. Ja, dat klopt. We hebben een ploeg met veel ervaring die ook de jonge gasten daarin meetrekken. En ja, zelfs ook al komen we 1-0 achter, 0-0 achter, dan hebben we toch nog die motivatie om die wedstrijd te winnen. En een keer dat je dan die 1-1 maakt, dan voel je ook dat publiek erachter begint te komen. En dan gaan we erover en dan hebben we genoeg ervaring in die ploeg om die wedstrijd goed uit te spelen. In de competitie nogal wat gespeeld als verdedigende middenvelder, nu als rechtsbak, een grote verandering? Maar op zich niet. Je leert snel bij hier. De coach geeft veel tips en hoe dat je de positie moet innemen. Dus op zich valt dat dan goed mee. Natuurlijk, die eerste wedstrijd is altijd een beetje aanpassen, omdat je gewoon bent van in het middenveld en dan moet je nu gaan kijken, 1-1 meer. Maar op zich denk ik wel dat het vlot verloopt, die aanpassing. Nu, spelen in 1B of in 1A een groot verschil? Dat denk ik op zich niet. Ik denk dat het niveau tussen de hoge 1B-ploegen en de iets minder goede in 1A, dat dat redelijk goed meevalt. Je ziet dat nu ook wel in play-off 2, dat we duidelijk wel tegen die 1A-ploegen iets kunnen neerzetten. Want we hebben denk ik zo gewonnen tegen Mouscron, gewonnen tegen Beveren, gelijk tegen Zotoarium. Dus ik denk niet dat we zo'n groot verschil hebben tussen deze ploegen. Jullie zijn gaan winnen in Maasland-Beveren. Ik denk dat die naar hier komen en die willen iets rechtzetten. Ja, dat denk ik ook. De ploeg heeft ook nog niet zo heel veel punten gepakt. Dus die coach zal er ook wel achter zitten nu. Dat ze echt wel hun best doen en die wedstrijd proberen te winnen. Dus ik veronderstel dat die met heel veel motivatie gaan komen en toch nog die wedstrijd gaan proberen te winnen. Als jullie deze thuiswedstrijd winnen, is alles nog mogelijk, hè? Ja, alles is altijd nog wel mogelijk, denk ik. Maar het is voor ons gewoon belangrijk om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. En zo aan elke wedstrijd te beginnen, niet te veel vooruitdenken, maar gewoon elke wedstrijd proberen te starten en denken van oké, we gaan hier de 3 punten proberen mee te pakken.